interview. De crisis is voorbij. De economie trekt aan, zegt men. De mensen gaan weer meer geld besteden aan de feestdagen Sinterklaas, Kerst en Oud en Nieuw. Maar is dat wel zo? Gardine Wijnmalen ging de straat op om uw mening te vragen. We zijn net uit de crisis, maar het is nog niet zo dat het spaarbankboekje alweer helemaal vol is. Dat we van alles al kunnen kopen. Dus we moeten nog een beetje kalm aan. Ja, want de rente is ook niks. Nee, helemaal niet. Nee, dat verdienen we ook helemaal niks op. Nou, we hebben inderdaad dit jaar Sinterklaas overgeslagen en nu alleen de kerst. Maar we hadden het onderweg net over samen, maar we gaan niet heel te gek doen. Nee, gewoon kleine geitjes. Ja, klopt. Geeft u daar dit jaar meer geld en cadeautjes uit dan voorgaande jaren? Nee, dat niet. Nee. Nee, geen extreme veranderingen. Ja, maar de economie die trekt aan. Ja, maar ja. Nee, er gaat niet speciaal wat verhogen, zeg maar. Nee, het moet leuk blijven. Dank u wel. Piet Klein niet eerder, schoot niet weer. Dat houden we vast. Dank u. Nee, eigenlijk nog niet. Ik ben nog steeds een beetje voorzichtig. Ja, ja, ja. We hebben ook nog steeds gewoon een laag bedrag voor de loodjes. Dus, maar goed, we zijn soms iets makkelijker misschien. We organiseren eten, dus dat doen we dan wel weer ter compensatie. Ja, 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 ja. Maar het blijft nog wel een beetje opletten. Ja. Ja. We geven altijd geld uit. Het geld is om uit te geven. Dus, ja, geld moet rollen. Ja, precies. Dus dat doe ik ook. En ik werk niet meer, dus het gaat hartstikke goed zo. Ik ben daar altijd een redelijk zuinig in. Dat heeft niks te maken met de economische crisis. Ik vind dat je alles kunt overdrijven. En als ik zo rondkijk van wat ik zie dat mensen allemaal mee naar huis slepen, dan denk ik volgende week zijn de winkels ook weer open. Ze zijn hartstikke gek. Ja, sorry, ik ben daar redelijk nuchter in. Ik vier al die feestdagen wel, maar je kunt dat ook een beetje rustig doen. En ja, het gaat er mij niet aan uit. Het belangrijkste vind ik dat het gezellig is, dat je bij elkaar bent en dat je, nou ja, dat je het gezellig hebt. Maar ik vind het niet nodig om dan heel sterk uit te pakken of zo. Dus ja, ik kan niet voor iedereen antwoorden. Ik kan alleen maar zeggen wat ik zelf doe. Dat durf ik helemaal niet te zeggen. Nou, dat is vanwege dat de economie wat aantrekt. Ja, nee, ik snap de vraag. Maar ik heb geen enkel idee meer wat ik vorig jaar heb uitgegeven. Zo slecht let ik op mijn geld blijkbaar. Dus nee, ik kan er helemaal niet zinnigs over zeggen. Sorry. Nee, blijven mij hetzelfde. Ik ga wel meer op vakantie misschien. Meer ritjes maken, zeg maar, reisjes. Dat is leuker dan cadeaus. Ja, ja, ja. Leuk. Ja. Nee hoor, dat doe ik niet. Ik maak ze zelf. Dat is nog leuker. Ja, want ik haak en ik maak beestjes voor de kleine kinderen en zo, voor de kleintjes. Dus, en de rest, ja, die zijn al groot genoeg. Nou, niet echt meer dan voorgaande jaren. Gewoon wat we nodig hebben. Dus, en wat leuk is natuurlijk. En wat leuk is, ja. Ja. Maar niet echt dat we meer gaan kopen, dat niet, nee. Dat is jammer voor de winkeliers. Nou ja, ik geloof niet dat we in het verleden heel veel minder gekocht hebben, dus. We houden het gewoon beperkt, ja. Als het maar leuk is, dat gaat het om, hè. Ja. Het hoeft niet altijd dure dingen te zijn natuurlijk. Nee. Nee. Denk je dat de mensen meer uit gaan geven nu met de feestdagen? Ik heb geen idee. Ik heb niet opgelet wat andere mensen uitgeven. Maar wij doen niet omdat het crisis, dat we nog crisis hebben, helemaal niet. Maar omdat ze niet meer geloven, doen we het minimaal dit jaar. En dan krijgen ze met kerst ook nog wat. Maar waarom is het zo kerst? Ja, ja, dat gaat er ook aan komen. Ja, gaan we ook dat, vieren, hè, Raf? Ja, kerst. Als Sinterklaas weer naar Spanje is, dan komt de kerstman. En maar de kerstman bestaat niet. Nou, dat weten we niet zeker. Weten we niet zeker. Laten we het daar maar op houden. Ja, precies.